Dag kijkers en luisteraars en van harte welkom bij aflevering 43 van TBN JPD. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt. Het programma dat een platform biedt aan anderen om anderen te helpen in de gemeenschap. Aflevering 43 is mogelijk geworden dankzij de volgende donateurs. Mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal, nogmaals, mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal, overleden op 22 november 2018 te Rotterdam. Van de kinderen van mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal hebben wij levensmiddelenpakketten gehad waarmee wij een aantal gezinnen blij hebben kunnen maken. Onze hartgrondige dank aan de familie Lal Bahadur Singh Dharamlal die dit doen ter ere van mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal van Rotterdam, Nederland, overleden op 22 november 2018. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar een persoon van Latour die eveneens levensmiddelenpakketten heeft geschonken. Deze persoon doet het allemaal uit zijn hart en zegt dat voor hem zijn naam op televisie niet belangrijk is. Onze hartgrondige dank aan deze persoon voor de levensmiddelenpakketten. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar de heer Rajinder Lakshmi Prasad van de Silicaatstraat te Paramaribo Noord. Op 1 november is meneer Lakshmi Prasad 65 jaartjes oud geworden. Nogmaals, Rajinder Lakshmi Prasad, Silicaatstraat, Paramaribo Noord, 1 november, 65 jaar. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar mevrouw Sandra voor haar enveloppes en snoep. Mevrouw Sandra is uit Nederland, is haar verjaardag komen vieren in Suriname, maar zegt dat ze geen feestje wil, maar graag anderen helpen. Vandaar onze hartgrondige dank aan mevrouw Sandra, die gekozen heeft om via TBN JPD anderen te helpen. Onze dank gaat verder uit naar Naina Lal Bahadur Singh. Op 5 november 2019 is mevrouw Naina Lal Bahadur Singh 60 jaartjes oud geworden. De felicitaties aan mevrouw Naina Lal Bahadur. Heel veel geluk, heel veel gezondheid, maar ook heel veel wijsheid. Onze hartgrondige dank gaat verder uit naar mevrouw Chander Kala Lal Bahadur Singh, Nederland, Den Haag. Nogmaals, mevrouw Chander Kala Lal Bahadur Singh, Nederland, Den Haag. Op 9 november is deze mevrouw 80 jaartjes oud geworden. Gefeliciteerd, mevrouw Chandrakara Lal Bahadur Singh. Gods rijkste zegen, heel veel kracht, heel veel gezondheid toegewenst. Mevrouw Chandrakara Lal Bahadur Singh, 9 november, 80 jaar. Dank u wel voor de enveloppes. Verder aan alle overige donateurs die in alle stilte, anoniem en op welke wijze dan ook hun donatie hebben gedaan tot het welslagen van aflevering 43. Beste kijkers en luisteraars, heel veel kijkplezier naar TBN JPD aflevering 43. In de aflevering van JPD van maandag zijn we geweest bij mevrouw Mala Rambali die in het huwelijksbootje treedt met de heer Ahmad. En op het moment dat we dan hier zijn, en dat is dan gelijk de volgende dag, dus dinsdag, ontmoeten we ook de heer Ahmad hier. En ook nog mevrouw Mala en mevrouw Vijenti Mala. En mevrouw Vijenti Mala, die moet gelijk een week na haar huwelijk. Want wanneer u deze beelden ziet, dan is ze intussen al getrouwd met de heer Ahmad. Maar 14 november moet ze opgenomen worden vanwege een oogoperatie die ze moet ondergaan. En ze heeft er gevraagd voor wat financiële steun voor het aanschaffen van wat spullen voor het ziekenhuis. Maar ook voor betalen van taxi.
En zo hebben we dan altijd mensen met hun hart op de juiste plek. En zo heb ik van mevrouw Roshni Sejomber de Rotterdam, Nederland, die doneert 600 SRD aan mevrouw Mala Rambali voor softdrinks, voor haar huwelijk en voor de dokter. Nogmaals, mevrouw Roshni Sejomber te Rotterdam, Nederland, doneert 600 SRD aan mevrouw Mala, Vijenti Mala dus, Rambali, voor softdrinks, voor haar huwelijk, maar ook voor dokterskosten. Dit is dan van mevrouw Roshni Sejomber, mevrouw Vijenti Mala. En deze mevrouw, haar naam moet ik niet opnoemen, maar ze heeft de naam wel geschreven en haar telefoonnummer. En ze schreef voor mevrouw Rambali, alvast gefeliciteerd. En van haar krijgt u 525 SRD. Dit is ook dan voor de dokterskosten. Wilde u wat zeggen? En u krijgt ook nog een pakket en een pak bout. Dat komt van een donateur die niet bij naam genoemd wenst te worden, mevrouw Rambali, wilde u wat zeggen aan al deze donateurs? Alvast wil ik aan mevrouw Roshni zeggen, bedankt voor je envelop. Ik zal gebruik van maken voor de taxi, want wanneer ik ben geopereerd op de donderdag, dan moet ik weer voor controle ook. Dus dat zal ik wel gebruiken voor de taxi. Ja. Ja. En die, wilde u wat zeggen aan deze anonieme? Ja. Ja, en deze is een meneer of een mevrouw? Is een mevrouw, ja. Oké, okay, en aan deze mevrouw zeg ik ook bedankt voor uw envelop en Gods rijke zegen. God gaat u meer dan dit geven wat u mij heeft gegeven. Ja, en dit heeft gewoon iemand anders gegeven hoor. Ja. Maar deze persoon is van Latour en die wil zijn naam niet op televisie. Het is een meneer, wilde u wat zeggen aan deze meneer? Ja, ik ben blij dat ik ook een pakketje heb gekregen. Ik ben echt blij, dus ik bedank die meneer ook dat hij me een pakketje heeft gegeven. En God reist de zegen toegewenst. God gaat hem echt zegenen dat hij me een pakketje heeft gegeven. Ja. Heel mooi. Dank u wel, mevrouw Rambali. Dank u wel, meneer Ahmad. Dank u wel. Ja. Ja, dank u wel. En met de complimenten van mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal van Rotterdam, Nederland, zijn we dan thuis bij mevrouw Shikita Lachman. Ja, mevrouw Shikita, wat kunt u ons over uzelf vertellen? Ik ben geamputeerd. Ik dialyseer in de week 3 keren. En dat geld wat ik krijg, ik kom niet uit. Krijgt u sociale bijstand? Okay. Ja, 325, ik kom niet. Want ik moet elke keer als ik ga dialyseren, moet ik voor taxi betalen. Mm. En dat geld komt niet uit voor mij. Ik moet ook pamper kopen en dit en zo. Alles moet ik kopen. Ik verzoek als mensen me naar me kijken, als mensen steunen voor mij. Ja. Wat kunt u ons vertellen over uw amputatie? Zijn beide benen gelijk geamputeerd? Nee, deze is al 5 jaar. Dan had ik wel een kunstbeen. Maar nu kan ik die kunstbeen niet meer dragen. Want dan heb ik een wond aan deze voet gekregen. Dus het is zo erg geworden, dat moet ik weer. Deze is pas 3 maanden. Daarom zijn er nog hechten daar. Ja, dan moet ik naar de dokter gaan. Dan gaan ze de hechting weghalen. En dit is allemaal ten gevolge van suikerziekte, ja, diabetes. Ja, ik ben ook een bloeddrukpatiënt ook. Mm. Ja, en mijn nieren zijn niet meer zo goed. Het werkt niet zo goed. Daarom zijn alle voeten ook zo opgezet. Okay. Ja. En u zei, u gaat 3 keer in de week dialyseren. Ja. Waar dialyseert u? In Paramaribo? Ja, bij sanatorium. Okay. Daar ga ik. En daar moet u dan steeds met de taxi naartoe? En weer met de taxi terug? Keren, ja. Toen het in het begin alleen die kunstbenen, dan ging hij mezelf brengen op de bromfiets. Ja. Maar nu kan ik niet zitten op de bromfiets, want het is moeilijk om met te... Hij bedoelt u uw partner, hè? Partner, ja. Okay. Mm-hmm. Dus hij zorgt voor u. En 8 maanden terug bent u begonnen met dialyseren. Ja. En u dialyseert vanuit uw nek? Ja, eerst het was hier, maar de katheter was verstopt. Dat ik hier bij mijn voeten eerst dit, dan hier weer. Maar alles in verstopte is het, hebben ze weer. Mm. Ik heb die schön, maar die schön werkt nog niet. Ik moet weer een afspraak maken voor die schön te gaan. Ja. En dat, uw partner, uw man, werkt hij? Dat als hij een bijjob krijgt, dan gaat hij werken. Mm. Ja, hij heeft geen vaste werk ook. Okay.
Okay, dus dat is toch wel een beetje zwaar voor jullie, behoorlijk zwaar. Ik moet ook huur betalen hier. Dit is een huurplek? Ja, het is een huurplek. We moeten huur betalen. Stroom, licht, alles moeten we betalen. Okay. Ja. Dus mevrouw Chiquita, hè? Ja. Als mensen u dus zouden kunnen helpen, waarmee zouden ze u dan kunnen helpen? Misschien als ze iets wilden steunen, mij. Financieel, met pampers. En okay. Zo, want ik draag dag en nacht alleen pampers. Mm-hmm. De hele dag en de hele avond. Want soms, als hij weg is, misschien wil ik plaatsen in de toilet gaan. Dus want ik kan niet in de toilet zelf zitten. Ja, ja. Mm-hmm. U ziet het, mensen? Dit is mevrouw Chiquita, familienaam? Lachman. Ja, Chiquita Lachman. En ik hoef er niet veel bij toe te voegen. De beelden die spreken boekdelen. Beide benen van deze mevrouw zijn geamputeerd. En zij dialyseert ook. Ze betaalt huur hier. Ze woont met haar partner die geen vaste baan heeft. En ik moet er ook gelijk aan toevoegen dat deze mevrouw zelf contact opnam met JPD. En haar ons uitlegde over haar situatie. En we zeiden toen aan haar dat we een kijkje zouden komen nemen. En nu we haar zelf zien, in een rolstoel ook nog, weten we dat dit geen grappen is. Deze mevrouw heeft echt hard hulp nodig. Vandaar dat we dan voor deze eerste keer bij mevrouw Chiquita ook niet met lege handen zijn gekomen. We hebben er 2 levensmiddelenpakketten. En deze groene tas met levensmiddelen, dat komt van een meneer van Latour, die niet bij zijn naam genoemd wenst te worden. Tas en kippenbout, dat krijgt u dan van deze meneer. Mevrouw Chiquita, wilde u hem wat zeggen? Ik wil hem hartelijk bedanken. En wat moet ik nog zeggen? Ja. En die mooie tas daar met levensmiddelen, dat krijgt u van mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal te Rotterdam, Nederland. Haar kinderen hebben dit gedoneerd, de tas met levensmiddelen. En met de tas met levensmiddelen krijgt u ook nog een enveloppe. En dat is dan van mevrouw Nainawati Lal Bahadur Singh. 5 november is ze 60 jaar geworden. En deze mevrouw, die is woonachtig te Rotterdam, Nederland. Van deze mevrouw krijgt u alvast 200 SRD. En dan heb ik ook nog een enveloppe hier van ene meneer Stanley ten behoeve van Jepide. Van deze meneer krijgt u 100 SRD. Dit zijn de eerste zaken die wij voor u brengen, mevrouw Chiquita. Maar we hopen dat de gemeenschap heeft geluisterd naar uw verhaal. En dat zij dan echt over hun hart mogen strijken en u mogen helpen, financieel. Maar ook met pakketten, ook met pampers, large, zei u. Ik herhaal het nogmaals, als u van plan bent om pampers te doneren voor mevrouw Chiquita, moet dat large, volwassen pampers zijn. En alle andere zaken die deze mevrouw nog kan gebruiken. Dank u wel, mevrouw Chiquita, dat u ons hebt willen ontvangen. Ja, en ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Is goed. Ik bedank ook die mensen die hebben me doneerd en zo. Heel hartelijk bedankt voor die mensen. Zo zijn we dan ook thuis bij mevrouw Deunaat, oftewel oma Deunaat. En met de complimenten van de sponsor uit Latour, die niet bij naam genoemd wenst te worden, krijgt deze bejaarde mevrouw deze groene tas met levensmiddelen en ook nog een pak bout. En dat is allemaal met de complimenten van een meneer die dit uit zijn hart doet, maar niet bij naam genoemd wenst te worden. Keizer Rahila. Familie, kaise rahile? Mooi hai, mooi baat. Mooi baat hai? Haan. Achha, dek ham ke hiya, ab khatin ba, ego envelope. Eman paisa hai, ee ab khat pathais mafrao Sandra. Bali paisa se ab kuskin liyo cha. Achha, beta. En itor khat ba, eman cookie ba cha. Achha. Cha? En u kijkt nog steeds naar CBN JPD, het programma die een platform biedt aan anderen in de gemeenschap om anderen die ziek zijn
en of minder draagkrachtig zijn te helpen. En zo zijn we dan bij de heer Karan Singh. En van meneer Karan Singh is bekend, zodat we weten, wat wij weten van de heer Karan Singh, is dat hij dialyseert en vanwege zijn ziekte, dat hij vaak genoeg niet kan werken. En zo erg, de vorige keer vertelde hij ons dat soms is er ook geen geld en dat is dan ook de reden dat hij niet gaat dialyseren. En er is dan een persoon geweest die anoniem wenst te blijven. Die heeft de vorige keer gehoord, heer Karan Singh, dat u vanwege het gebrek aan financiën niet kan dialyseren. En deze persoon die heeft dan aan de heer Karan Singh van harte beterschap en veel sterkte toegewenst. Dat staat op uw enveloppe geschreven. Deze persoon doneert 300 SRD aan u. En dan hebben wij deze tas. Dat is dan deze grote tas. Dat krijgt u van de familie T. Lal Bahadur Singh. 9 november wordt deze persoon 80 jaar. Adres is Melis Stokelam, 2182, Den Haag, Nederland. En de familie Lal Bahadur Singh doneert naast een tas met levensmiddelen ook een enveloppe voor u met 200 SRD. En dan heeft u nog een kleinere witte tas daar. Dat komt dan van de heer SM Suchit. Dat zijn de sponsoren, de donateurs, heer Karan Singh. Speciaal voor u. Wilde u wat zeggen aan deze donateurs? Ja, ik wil aan ieder hartelijk dank zeggen voor het pakket en voor de donatie. En degene die in Holland straks 80 jaar wordt, ik feliciteer haar met haar 80ste verjaardag. Ja. Ja. Dan mogen we weten hoe het nu met u gaat? Het gaat wel een beetje goed nu. Ja. Gaan dialyseren? Ja, dinsdag ga ik en zaterdag. Dat is nu zaterdag wacht ik, ga ik weer. Ja. Vandaar dat de persoon ook wat financiën voor heeft gestuurd, zodat u dat allemaal kunt doen, heer Karan Singh. Ja. Blij te zien dat u er ook allemaal een beetje beter uitziet. Ja. Ja? Heel veel plezier met de spullen die u ook heeft gehad. En ik zou zeggen, graag tot een andere keer. Ja, zelfde en dank u. En met de complimenten van mevrouw T. Lal Bahadur Singh, 9 november, 80 jaar, adres Melis Stokelam, 2182, Den Haag, Nederland. Mevrouw Santokki, John U. Bruin Tasba, Bruin Witte Tasba, U. Abghat Pathuis, Palawar Lal Bahadur Singh, omdat mevrouw T. Lal Bahadur Singh ke Janam Din, maar 9 november ke, 80 jaar ke hoi. Toen was het 83 jaar, dus toen was het 10 Baris Barkabate. Ha, ab jo mevrouw Lal Bahadur, Palwar Lal Bahadur Singh hè, ab u sabke kus mahate bolen? Malik bana re jo jangar beti beta sab koi ke baal bachcha sukhi se rahe, baniya se rahe. Aur je lai se ohu baniya se rahe, sab bari jiyo sab koi. Na bolu maat dehi kaanpe na de. Mevrouw Santokki, 83 jaar oud, die brengt haar hartgrondige dank uit aan de familie Lal Bahadur Singh voor dit levensmiddelenpakket, maar ook voor een enveloppe met 200 SRD. Arijon Ujjartas, mevrouw Santokki, Utas Abghat Pathaise, bhai Mahinder Suchit. Bole, ik heb je mooi zeggen. Nando, je ook, Bhagwan kare, jo jangar banias rakke. Ja. Beide donateurs, zowel de familie Lal Bahadur Singh als de heer Mahinder Suchit, die krijgen de rijkelijke zegeningen van mevrouw Santokki, dat deze mensen zo door mogen gaan om minder draagkrachtigen te helpen in de gemeenschap en dat ze altijd rijkelijk mogen voorzien zijn en dat God ze ook altijd mag behoeden. Mevrouw Santokki geeft aan zich niet zo lekker te voelen. Lopen gaat heel moeilijk, zegt ze. En ze moet met een steun lopen op de kies. Ja, die kies op de kies. Ja, Europees wel lekker. Maar ik ben met de kies op de kies. Ik ben met de kies op de kies. Ik ben met de kies op de kies.
Tab leke jaila. Ja, wat mevrouw Santokki zegt is, ze heeft in feite een heel goede loopstok, Europees zegt ze zelfs. Maar ze heeft zelfs ze schuilt het vanwege de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Want die spelen ermee en maken het ook nog kapot. Vandaar dat ze dat ergens zegt, als ze ergens naartoe moet gaan, bijvoorbeeld naar de dokter, naar de arts, ja, dan gaat ze daarmee. Maar thuis, wanneer ze is, dan loopt ze met haar bezemstok als steun. Tja, mevrouw Santokki, mooi zeggen je, tja. Ik ben naar de toren, die jonger, zo'n fietser, hoofdstap, koeke, witte boer. En dit is mevrouw Chanel met haar kroost, met haar kinderen. En mevrouw Chanel, die wordt ook bedacht door de volgende donateurs. De familie T. Lal Bahadur Singh. Op 9 november wordt deze mevrouw 80 jaar oud. En ze woont aan de Mellis Stokelam 2182 in Den Haag, Nederland. Van haar krijgt u dan de enveloppe met een bedrag van 200 SRD. Dit is alvast voor u. Deze tas met levensmiddelen, dat krijgt u ook van de familie Lal Bahadur Singh. Wilde u wat zeggen aan de familie Lal Bahadur Singh? Ik feliciteer haar van hartelijk. Mogen God haar reeks te zegenen en lang leven. En we zien dat uw dochtertje, de been is kapot. Wat is er precies gebeurd, schatje? Ook door mijn voet getrapt. Oké, en waar is dat gebeurd? Nani. Bij haar overgrootoma. Okay. En auto heeft, ze heeft haar voeten, auto heeft niet op haar been getrapt. Ze is vanwege die pick-up heeft een tralie en dan wilde ze op, achter die pick-up springen. En die pick-up heeft een haarbalk, heeft ze de voeten op die haarbalk geslagen en op die band, waardoor de voeten in twee stukken zijn. En hoe lang? Is het al in de gips? Zelfs 4 weken. En gaat ze naar school? Nee, ze gaat niet naar school vanwege dat ze een MOB-test moet doen, een IQ-test moet ze doen, waardoor ik 250 SRE moet betalen en dan pas mag ze naar school. Dus je hebt er voor dit schooljaar niet ingeschreven? Ik heb er wel ingeschreven, maar ze is een beetje traag op school. Met schrijven, werken, ze wil niks doen op school. Dus vandoor, ze is al 2 keer blijven zitten in de eerste klas, vandaar dat ze naar de MOB-dingen. En je hebt haar daar dan niet gebracht? Ik heb haar nog niet gebracht. Waarom? Vanwege dat geld? Nee, het is al betaald. Haar vader heeft voor haar betaald. Dus ze moet om 7 november morgen moet ze daar aanwezig zijn. En dan pas als ze is getest, gaat de inspectie zeggen of ze naar een MOB-school moet gaan. Of ze door op de school kan gaan waar ze gaat. Nou, dat is allemaal jammer om te horen, maar alvorens ik het vergeet, u heeft er nog een andere tas met levensmiddelen, omdat u toch wel een gezin hebt met een aantal kinderen, vandaar dat u dan toch 2 tassen van ons krijgt met levensmiddelen. Dit komt van de heer Mahinder Suchit van Topkwaliteit Specerijenwinkel SM Suchit aan de Luxerweg 48 en aan de derde rijweg nummer 50. Wilde u ook wat zeggen aan meneer Suchit? Hartstikke bedankt dat u dat de armen met wat toch steunt. Ja. En schatje, omdat jij toch ziek bent, ja, een kapotte been, dus dat betekent dat je in feite veel thuis moet zitten en mama moet je ook naar de dokter brengen. Kijk, hierin heeft mevrouw Sandra, zij is ook jarig, ze is 50 jaar geworden, ze heeft wat geld gestuurd, ja. Dit is wanneer je naar de dokter gaat, dat je dan hiermee, dat mama taxi voor je kan betalen. En er is snoep hierin, dat heeft ze ook voor je gestuurd. Dat moet je met je broertjes verdelen, ja? Zeg dankjewel en Gods rijkste zegen. Zeg dan, probeer Gods rijkste zegen. Ja, dat is allemaal mooi. Alles goed met u en uw gezin? Jawel, we doen ons moeite en God doet de rest. En wie zijn deze 2 mooie jongens? Zijn geen jongen, dit is een meisje. Oh. Ze heeft haar uniform nog niet uitgetrokken. Oh, okay. En ze is een jongen. Oh, dit is ook een meisje. Ja, ze is een meisje. Okay. Ze heeft haar haren geknipt. Vanwege had ik voor de 6e klas hoofdbandjes ging maken. En dan heeft ze de haren zelf geknipt. Dus daar heb ik besloten om het tot een jongenskop voor haar te maken. En nou, dat is op een jongen lijkt, ja. Ja, en hoe heet ze? En hoe oud is ze? Zij is 4. Ik kan niet openmaken. Zij is 4 en hij is 5. Zij is 8. Dus deze 2 gaan ook naar school? Ja. Oké.
Nou goed, dat u ons hebt willen ontvangen en dat u ons dat u uw verhaal hebt willen delen. Ja, dank u wel. Graag gedaan, een fijne dag verder voor u. Dit is meneer Ranjit, of meneer Ranjit. Jun pakket maar kalhe, u pakket abkhat pathais, meneer Rajinder Lakshmi Prasad. Meneer Lakshmi Prasad ke janam din raha, 65 jaar ke bhail. Ab kus mate bole, bhaiya. Sab chiz ke liye dhanbaad mai aapke deti hu. Aur upar wara malik hone aapke pin wapas denge. Hum log sab koi gareeb aadmi sab koi chahe madad kare ke. Tani madad devta ni ek haath hai. Mai aapke pin se badal ke aapke prabhu parmatma pin denga jab तुगुनु देंगे आप आपके और आपका बोली हाँ और देखो यहाँ का एनवलप है ई पथाइस अब खत मफराओ सांद्रा एहू मफराओ सांद्रा के जन्मदिन रहा धन्यवाद मान अब क्या बोलिए हम कितना धन्यवाद अब आपके दे हम बहुत बहुत धन्यवाद आपके देती देती हूँ और कुछ ना अब क्या बोली तो लेकिन बोल बतिया 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 सब चीज चले मोई मैंने कार्गो सब चीज मोई हाँ तो मैं रही अच्छा का बोली अब हम लोग चार दिन से बात ही एगो तन काम करके उसी कर तीन दिन बात ही कोई दिन पर सुतीला सारे के कुछ ना करे के En als we dan thuis zijn bij mevrouw Rosita, dan treffen wij haar aan in het donker, omdat deze mevrouw geen licht en water heeft in het huis waar zij woont. En ze heeft er al heel lang gevraagd naar een watervat waarin ze water kan opslaan. En wij hopen dat iemand uit de gemeenschap deze mevrouw toch nog kan helpen aan een gascilinder, zegt ze ook. En ook nog, ja, en ook nog een... En stroom pani na hai en bahut pina kari la dekhi yahan pe ghar ekdam sab chuhe hai sab plafon gir gaya ikhanar 500 mai kahan se bhari 500 sab mus daure sab khab gu niche hi gire mun ha na stroom hai na pani na khas bomb bahut muilak ba aur bolis dui ab tak bicham chai fresh hu hai kahan jabe hum socha thi boli jab hame koi bhai bahin stein kar de to bhagwan ke bahut 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 taqat ban de ke yahan se hi nikre ke तुमको चाहिए यहाँ से निकले के तो अब तो चाहिए निकले के 500 ना भरी है ता सब सब मुझसे हीर फॉर या मुझ दौरे खाली मुझके गु गिरे है बस ये कहें दैट इन नीदरलैंड्स सेगे इन नीदरलैंड्स सेग ही दैट वो मुझे हीर फॉर हीर हाउस 500 बताला 250 पर मंथ एर इज किन स्ट्रूम एर इज किन लेक्ट इन किन वाटर ओके किन खास बम या एर एन रटर देंग सेंसू हीर ऑफ द प्लाफोन Alles als ze rennen hier, vallen allemaal muizen poepen hier. En hiervoor moeten jullie 500 betalen? Ja? Hiervoor moeten jullie 500 betalen? Ja, ze hebben alleen twee, maar we zijn niet naar Jaipal. Ze hebben alleen wc behouden, ze hebben totaal wat. Baltisch verkeerd. Maar niet naar ze hebben ze niet meer. U hoort het? Ja. U hoort het? En, ja, een heel slechte situatie. Waar onder deze mevrouw Rosita toch woont. Mevrouw Rosita, ik hoop dat die gemeenschap naar u heeft geluisterd. En dat ze u toch nog kunnen helpen met een gascilinder. En ook nog een vat waarin u water kunt opslaan. Maar voor dit moment zijn we bij u met wat pakketten. En deze pakketten komen vanuit een aantal sponsoren. Door i-pakket, deze grote tas met levensmiddelen. Dat krijgt u van de heer Rajinder Lakshmi Prasad. Meneer Lakshmi Prasad is onlangs 65 jaar geworden. En heeft gemeend een paar mensen blij te maken met zo'n levensmiddelenpakket. Wilde je wat zeggen aan meneer Lakshmi Prasad? Meneer Lakshmi Prasad, nog hartelijk bedankt. Bhagwan ter kamai me sada barakat heemun. Ki tu hume takle ki o garib ke steun kare. Ego garib ke tu steun kare. Jon ke kuch na tu aike taak sa ke ketna garib hum bati mun. Abe sabaras na nahli na paani hai na kuch na mun. En nog een ander pakket, dat krijgt u dan. Ja, dit komt van een andere familie. Dat zijn van de kinderen van de heer Ramudit. Mina, Nita, Prem, Gita en Raj. Usab abkhat pathais i pakket, John Haiga. John Palwar, Ramudit. Usab kemate kus boli, wilde u hem wat zeggen? Usab ketu bahut dhanbaad, tolokke bhagwan sadat, tolokke takimun.
familie Ramudit. Ik heb heel dankbaar. Heel hartelijk bedankt. Jullie gaat God, gaat jullie zegenen. Jullie hebben voor mij een pakket gestuurd hoor. Ja. Kijk, hierin, pakt u dit. Ja, daarin zit snoep. Dat krijgt u van mevrouw Sandra. Mevrouw Sandra is jarig. Ze is woonachtig in Nederland. En ze heeft, omdat ze jarig is, trakteert ze dan met snoep en een enveloppe. Deze twee dingen krijgt u van mevrouw Sandra. Mevrouw Sandra, ik heb kusmate bolle. Mevrouw Sandra, heel hartelijk bedankt hoor, voor je enveloppe en voor je pakket, voor je snoep. God gaat je zegenen en gaat je meer dan dat geven hoor. Heel hartelijk bedankt mevrouw Sandra. Deze mevrouw, voor mensen die dat misschien persoonlijk willen bezorgen. Deze mevrouw woont in de Irastakenaam, ja, in de Ragobar Singweg. Dat is het weg tegenover Henry Fernandesweg. In volksmond beter bekend als de weg naar zee. Dit is vlak er tegenover. En het huisnummer hier, mevrouw Rosita? Nummer 38. Ja, en het huis... nummer 38. Ja, en het huisnummer is 38. Dus iemand die misschien denkt om het persoonlijk te willen bezorgen. Dat is een ton waarin ze water kan opslaan. En een gascilinder. Dat kunnen ze dan contact opnemen met deze mevrouw. Acha, mevrouw Rosita, mooi is er hier, acha. Heel hartelijk bedankt. Bhagwan Trunke Sada. Taki Trunke Kamai Me Barkadi en Trunke Gezondheid Deyamun. En met de complimenten van meneer Lakshmi Persat, Rajinder van de Silicaatstraat, die er 65 jaar is geworden, zijn we dan ook thuis bij mevrouw Shakuntala, die in de gemeenschap toch wel bekend staat als moeder en zoon. Die wonen hier in deze container aan de Blokfluitstraat. Mevrouw Shakuntala, kan je zeggen? Ja, mooi rijden, meneer. Sapti jahe. Ja, sapti mooi ba. Ha, atu kaise rahila? Ham acha bati, mevrouw Shakuntala, dek jon i pakket he. I pakket ab khat pathais, bhai Lakshmi Persat. Ab faryari, kar janam din raha, 65 jaar ke bhail. Ab oke mate kuch bole? Oke mate bole ki has has pa fusi ter kar di da. Oke sab koi ke oka palwar ke hai, oka aurat ke, larkan ke, sab ke. Dat is mooi gezegd. Ik heb het huis op de kant, mevrouw Sandra. Ik wil enveloppen met paisa en een zak met koek. Mevrouw Sandra Nederland, ook haar genoem dien, 50 jaar heb ik. Mevrouw Sandra, ik heb het maar bolle. Mevrouw Sandra, ik oké, bada. Oké, haar ze fietsen karila, ook haar bie, ook haar kusise, apne manse patheise, ook haar. Oké, salam duha hama khat kar diya. Goed, mevrouw Shakuntala, dankjewel. Arke mooi gebruik kaleetje. Acham, acham meneer, sabtis. Mooi ba, sab studio wala. Ha, sab koi studio me mooi, ja, oké. Aapke bhi, sab keike. We zijn thuis bij de heer Alfred Verbond en mevrouw Chandravati Naipaal. En wat ontbreekt in dit plaatje is altijd het jongetje of de zoon die daarbij stond. En jammer genoeg hebben we begrepen dat hij kort geleden is komen te overlijden. Dus het echtpaar gaat nu door toch wel moeilijke dagen om een zoon die 25 jaar zou worden, om zo van de ene op de andere dag te verliezen. Maar de kracht die krijgen ze toch van de Almachtige om deze dagen door te brengen. Zoals ik het zei, heer Alfred en mevrouw Naipaal, we komen bij u met de complimenten van de familie Lal Bahadur Singh. Deze mevrouw wordt op 9 november 80 jaar en ze woont aan de Melis Stokelaan 2182 te Den Haag, Nederland. Deze mooie tas met levensmiddelen, dat krijgt u dan van de familie Lal Bahadur Singh. En de tas hier is ook een hele zware. Dat krijgt u van de heer Suchit. En zoals ik het al zei, deze tas van de familie Lal Bahadur Singh. En dit van de heer S.M. Suchit. En u krijgt ook nog een enveloppe van de familie Lal Bahadur Singh. Ja. Kusmate bole, mevrouw Naipaal, wilde u wat zeggen? Meneer Lal Bahadur Singh. Mevrouw hoor, mevrouw.
Dus mevrouw en meneer Bahadur Singh toch? Ja. Bahut dhanbaad hai aap log ke ki ego ego dukhiyan ke madad kare hai hum log ab rau bhi baati matlab aap log sahayata kar gele bhagwan kare sada bhalai kare sabke. Mevrouw Naipaal die brengt haar hartgrondige dank uit aan familie Lal Bahadur Singh en ook nog de familie SM Suchit. Mevrouw Naipaal geeft aan dat zij in rouwperiode zijn en ze stelt het zeer op prijs dat deze twee families toch naar haar hebben omgekeken met levensmiddelenpakketten en ook nog een enveloppe. Orkus Matebole? Hart doen ke bolli moise asab ke sada bhandar bharal rahe ise social swakrad ke madad kare sada madad kare dat ze altijd de social swakrad mogen blijven helpen. Ja, ja, heer Alfred, wilde u wat zeggen? Ik wil aan de vrouw doorpraten. Ja, ja. Ja, Arkus Bolte, mevrouw Naipaal? Oud, I'm so dik. Nee, is goed dan. Ja, ja. En even als sabke Bhagwan Bhandar bhare rahe, aur sabke Ram Ram aur Namaste sada sukhi rahe. Dat ze altijd gelukkig mogen zijn en dat de Heer ze altijd mag voorzien van alles. En dat ze dan ook zo anderen mogen blijven helpen. Heel Alfred, ik denk dat u ook blijft bij deze even zeg. Ja hoor, ik zeg ook. Dat God zal die mensen, die familie, die heeft ons geholpen. Die blijven van, de zieken van God zal altijd bij ze blijven. Dat is mijn bedank en mijn woord. En zo zijn we dan ook thuis bij mevrouw Ramdhani. En mevrouw Ramdhani, die is diabetespatiënt, zoals u dat zelf kunt zien. Haar grote teen die is er geamputeerd. En ze zegt dat ze onlangs is gevallen en nog ongeluk heeft gehad. En de laatste keer dat we bij haar zijn geweest, dat is enkele maanden geleden, zegt ze dat ze met dat geld naar Amonidat, mevrouw Ramdhani. Ja, dat is goed. Oké. Ja. Van alles aan nou dan? Ja, ik denk dat ze me voelt dat me veel zwak is. Dat alles aan mijn foto. Mijn afvierig, mijn afvierig en wakker. Ik denk dat mijn foto kan droom als ik hier aan mijn foto wil. Maar mijn doel moet even wakker, wakker balen zijn. Voor mij kan komen beter. Nou, familie Betaki, mevrouw Ramdhani. Een pakket dat je kiest voor familie Lal Bahadur Singh. En aan mevrouw DC, die Lal Bahadur Singh. In Libina Den Haag, Nederland. Of hebben Libina Den Haag, Nederland. En atap 9 november, atap 80 jaar. En als je nog een pakket ziet, maar als je ook nog een enveloppe ziet, dan gaat 200 SED. Ataki dat ik kan gebruiken, moet niet eens gaan saneren. Ik ben van tegen familie Lal Bahadur Singh was. Ja. Familie Lal Bahadur, God bless you. Thank you, God bless. And this money I help me to go to the doctor and God bless you. So many for the packet and this money so you send me. I make me live back at things so better. And God bless you. And this I get more than this so you give me. God, thank you very much that you helped me so far. Yeah, and God bless you. Zo zijn we er dan ook bij meneer Paltan. Meneer Paltan, keizer Hila. Ah, mooi is wat hij. Of kabi mooi ja, jingi ja, kabi krap. Ab deze, sisi was jaba. Mooi is wat hij peer. Dus sisi was dus. Zo gauw hier en daar. U zegt, u bent een beetje griepelig? Ja. Ja, want ik was bij de dokter geweest. U hebt wel medicijnen gehad. Ja. En u neemt ze op tijd in? Ja, ik neem ze. Als niet dat vind, dan moet ik aan de plas gaan ook gaan zoeken. Meneer Rajinder, kijk deze tas met levensmiddelen. Itor gaat het huis bij Rajinder, Lakshmi Prasad. Meneer Lakshmi Prasad, Basilicaatstraat, Paramaribo Noord. Ook een Janem Dienraha, hij was jarig, hij is 65 jaar geworden. Kusmate Bolle, bij Lakshmi Prasad. Amare Bolle, dek, mijn naam is Rajkumar. Amare Bolle, boe dhanbaat. Aan deze sokke, je gariba, sokke, devo kariga. Aan
God zal zijn meer zieken geven en meer lange leven blijven. Dat is mooi gezegd, meneer Paltan. En u krijgt dan ook een zak met koek en een enveloppe met geld. Ja. Dit krijgt u van mevrouw Sandra. Ja. Mevrouw Sandra Holland meer, he, Nederland meer. Ja. Maar momenteel is ze in Suriname, omdat ze jarig is. Ja. Apkus mate bole, mevrouw Sandra, je ja. enveloppe or, voor de koek. Mevrouw Sandra, mij bole. Hey, fest, kan je bole. Gefeliciteerd. En succes. Succes, kan je bole. Succes. Succes. Our heel bedankt wat je hebt voor me gestuurd en je bent tevreden. Dat is mooi gezegd, meneer Paltan. Beterschap, ja? Ja. Ja. En dit is mevrouw Alma. En mevrouw Alma die heeft zelf JPD gecontact of zij ook niet wat hulp kan krijgen, omdat mevrouw Alma zelf slechtziend is en de nodige hulp en ondersteuning nodig heeft. Maar dat zal ze zelf vertellen. Mevrouw Alma, met wie woont u hier? Ik woon met mijn dochter. Dochter van 14 jaar. Schoolgaand? Jawel. Okay. En u zelf, u bent werkende? Nee. Dus, ik doe handenarbeid. Ik maak tassen. Ik maak tafelkleedjes. En oorbellen en kettingen is allemaal wat ik maak. Mm-hmm. Maar ik weet hoe de dingen zijn. Het is wel een beetje moeilijk om aan materiaal te komen. Ik probeer wel op de vloeie markt te gaan, maar ik ben op zoek naar een tent en twee tafels. Zodat ik mijn spullen kan plaatsen wanneer ik ter plaatse kom om te verkopen. En gaat de verkoop? Wel, ik kan niet altijd gaan, want het is een beetje moeilijk om de hele dag te staan in de zon. En de spullen aan mijn hand te houden. Dus ik zou blij zijn als iemand me een tent en twee tafels geschenkt kon doen. En ik ben ook zoek naar donatie, dat ik mijn materiaal ook kan kopen. En wat voor materiaal heeft u nodig, mevrouw Alma? Stof. Wat voor stof gebruikt u? Dacron. Naaigaren en wolgaren om te haken. Ja, en van wie heeft u dit geleerd? Wel, wanneer ik misschien als ik heb verkocht, dan probeer ik wel wat te kopen. Maar nee, ik vraag, van wie heeft u dit geleerd om dit allemaal te maken? Op school. Op school. Oké. Okay. Jawel. En hiermee dan probeert u de kosten te verdienen? Jawel. Oké. Okay. En uw dochter is schoolgaand? Ja. Lagere school, MULO? Oh, LBO. LBO, oké. Okay. En hoe komen jullie dan uit? Ik neem maar alle uitkering krijgt. Jawel. Mm-hmm. Het is wel een beetje moeilijk, want je moet denken van die 300 zoveel, je kan niet alles doen wat je moet doen. Is wel niet zoveel. Ja, ik wil kijkers en luisteraars dat u toch wel een beeld hebt hoe moeder en dochter hier wonen. Het is allemaal, ja, het lijkt meer op een berghok. Ik hoop dat u me verkwalijkt, mevrouw Alma. Nee. Het is een beetje krap alles. U ziet heel wat goederen hier opgeslagen. Zijn dit allemaal goederen van u? Nee, niet alles. Niet alles. Niet alles is van u. Maar ik neem aan dat wat hier afgesloten is, dat een kamer is. En daarin blijven jullie dus, moeder en dochter. Dit stukje, u ziet, ik lig zelf op mijn stoel als u omkijkt. Want als het regent, wordt alles nat, dus ik kan geen bed plaatsen. Dus waar slaapt u dan? Dus ik slaap op die bankstel met mijn dochter. Als u zo om u kijkt. Dus hier, dit hier. Oh ja, dit hebben jullie tot een bed gemaakt, hè? Oké. Ja, ja. Dus en hier heb ik mijn kleren en zo. Want je kan niet zetten. Als u goed kijkt, ziet u gaten. Ja, we zijn hele grote, ja. Gaan die zinkplaten zo bam, bam, bam. Het was eergisteren, er is zelf een zinkplaat losgegaan buiten, die is op de straat gevallen. Okay. Ja. En elke maand moet ik 500 SRD betalen. Oh, dit is een huurwoning? Oké. Okay. Ja.
Nou, dan heeft u een beeld, kijkers en luisteraars, van JPD. Dit is de woning waarin mevrouw Alma en haar dochter wonen. En zoals ik het zelf al aan het begin zei, mevrouw Alma, die heeft er onszelf gecontact, niet nu, een enkele weken geleden, meer voor de start van het schooljaar. En we zijn er toen hier geweest, maar we zijn toen voor gesloten deuren geweest. Maar ik zeg, niets gebeurt zomaar op zijn tijd. En het is ons vandaag gelukt om haar te ontmoeten. En dat dan ook met de complimenten van enkele sponsoren. Zo hebben we een sponsor, mevrouw Alma. U krijgt van hem een groene tas met levensmiddelen en ook nog een pak kippenbout. Dat komt van een meneer van Latour, die niet bij naam genoemd wenst te worden. U krijgt nog een tweede tas met levensmiddelen. Dat komt van de heer Mahinder Suchit. Ja, wilde u deze twee sponsoren alvast wat zeggen? Wel, wat ik wilde zeggen, ik wil ze hartelijk bedanken. Ik ben echt blij hiermee. En wat ik nog wil zeggen, ik geef ze wel kracht, wijsheid, gezondheid. Want zonder God kunnen wij niets doen. Ik ben ze echt zeer dankbaar wat ze voor mij hebben gedaan. Al ken ik ze niet, maar ik bedank ze voor wat ze gegeven hebben. Ja. Dan heb ik hier, en dat is meer voor u en uw dochter, dat is alvast een pak met koek hierin. Ja. Dit is van een mevrouw Sandra. Deze mevrouw is jarig. En men zegt, wie jarig is, die trakteert. En mevrouw Sandra, die stuurt naast een pak koek voor u. Ook een enveloppe met geld. Dit is ook voor u hoor. Kijk, dit leg ik ook in uw handen. En daarna heb ik namens Shreya, Hartjeren uit Nederland, Lelystad. Shreya is op 28 oktober 13 jaar geworden. Nogmaals, Shreya, Hartjeren uit Nederland, Lelystad. Shreya is op 28 oktober 13 jaar geworden. Die heeft er ook een enveloppe voor u gestuurd. Wilde u ook deze twee donateurs wat zeggen? Wel, ook hetzelfde voor hen. Ik bedank hun heel hartelijk voor wat ik gekregen heb. En wat ik wil zeggen, kracht en gezondheid voor hun ook. God staat ze bij. Ja. U hoorde eerder, mevrouw Alma, geachte kijkers en luisteraars, deze mevrouw die vraagt naar wat stof, dacron, ook wat garen. En wat nog meer zei u, mevrouw Alma, dus dacron, garen. Een wolgaren. Ik ben ook op zoek naar twee tafels, klaptafels en een tent. En alstublieft een borduurmachine. Want zo doen dat ik ook lakens kan borduren en kussens lopen om ook te verkopen. Ja, u hoort het. Dus deze mevrouw die wil toch zelfstandig opereren. En we stellen het zeer op prijs dat ze ondanks haar beperkingen, ze is slechtziende. En ondanks het feit dat ze in een minder prettige situatie hier woont, wil ze toch haar zelfstandigheid hebben door zelf te verdienen. En daarvoor heeft ze wat zaken nodig. En ik hoop van harte dat de zaken daadwerkelijk uit de gemeenschap mag komen. Alvast bedankt mevrouw Alma dat u ons hebt mogen ontvangen. En dat u ook al deze goederen in ontvangst hebt willen nemen. En ik zou willen zeggen, graag tot de volgende keer. Ja? Jawel, voor u ook heel hartelijk bedankt voor uw medewerking. Meneer Ali, Fafi. Ik was af, Savri. Ja, mensen die rijden langs de Koesewijnenstraat, die zien deze meneer Hosselen altijd langs de Latschmanstraat, Koesewijnenstraat. En deze meneer achten wij dan toch ook belangrijk dat we hem blij maken met zo'n levensmiddelen, een tas met levensmiddelen en ook nog twee enveloppes. De eerste enveloppe is van mevrouw Nainawati Lal Bahadur Singh. Op 5 november is deze mevrouw 60 jaar geworden. En mevrouw Nainawati Lal Bahadur Singh is woonachtig te Rotterdam, Nederland. Van haar krijgt u 200 SRD. En namens Shreya Hartjeren uit Nederland, Lelystad. Shreya is op 28 oktober 13 jaar geworden. Namens Shreya Hartjeren, meneer Ali, je kiest 100 SRD. En namens familie Lal Bahadur Singh krijgt u deze tas met levensmiddelen. Dit is voor u en uw gezin. Ja. U bent een man die hosselt. U bent een harde werker. Ik hoop dat wij u hiermee toch blij hebben gemaakt. Ja, dank u wel voor alles.
En u kijkt nog steeds naar aflevering 43 van Jipide, het programma dat een platform biedt aan mensen in de gemeenschap om anderen te helpen. En dat gezegd hebbende zijn we dan thuis bij mevrouw Kasi te Ramgulam. En mevrouw Kasi die krijgt er namens deze meneer van Latour, die niet bij naam genoemd wenst te worden, dit levensmiddelenpakket en ook nog een pak kippenbouten. En van mevrouw Carla Soudin en familie Gobind Mitra Singh van Nederland, Spijkenisse. Nogmaals, mevrouw Carla Soudin en familie Gobind Mitra Singh, Nederland, Spijkenisse. Oezaptor gaat op het huis, mevrouw Kasi. Ik wil enveloppen met een bedrag van 250 SRD. Meneer Paisa Apkoes Melagalio. Arie pakket, het huis ook op bij Latour. Je hebt een naam naam aan het TVP. Maar meneer Isabtje, het mooiste gebruik. Ik wil je bedankt bedanken. बहुत धन्यवाद दिले उन लोग के बहुत बढ़ती हो है और बाल बच्चन सब बढ़िया से रहे सब चीज मोय मफरा कासी कैसे खसोंत है या है मत तनी से रुद्र कुआ हमार हो हो जा है दतरा दतरा लगे जाए एगो मुड़ी के पीरा हैगा हमार तो वही दतरा हमें दवाई बुलावे हर हफ्ता के तो तीन महीना पर ऐसे. Ja. Ik vroeg aan mevrouw Kasi hoe het zit met haar gezondheid. En ze geeft aan dat ze af en toe een verhoogde of een hoge bloeddruk heeft. En ze heeft vaker last van hoofdpijn. Maar ze is wel onder de behandeling van de dokter. Dat is toch goed om te horen. Tja, mevrouw Kasi, mooie gezondheid op een kelkerje. En mooi is er hier. Ik heb je bedankt voor het jaar. Oma Inge, Fafi? Mide, mi boy. Zolang hij nog koluko oma Inge. Oma Inge, nee, vierboom. Nou, je vierboom. Nou, me vierboom. En motegi, oma Inge kruto. Sabe ik oma Inge kruto? Oma Inge, no abisma futak ingrifa. Oma Inge, na een zoon disiwang akanji en klachten. En misaptak temiji mi klachten. Heigo. One day take me. Dus je take me boskopu, je cha me boskopu, en je cha re soifer. One day ne kos me, altijd de taki, me etak boom. Ja, oma Inge, yeah. A pakket DC, je kies voor mevrouw Lal Bahadur Singh Dharam Lal, en aan mevrouw DC, bij Libi naar Rotterdam, Nederland. Yeah. Dus een pakket naar een levensmiddelen dish. Je kiest voor één. Ja. Dan voor een tram mevrouw. T. Lal Bahadur Singh. Tap 9 november. Mm. Een mevrouw die zou tap 80 jaar. 80 jaar. Mm-hmm. Ja, dat is naar Gado Segi. En een mevrouw die is Elibina Mele Stokelan. 2182 naar Den Haag, Nederland. En dan zijn we envelop naar een 200 SRDG. Miki bij een lekkers die schreef. Ja. Ik ben wel tegen de toedonateurs die van Sani. Wel, meneer, de toedonateurs die zien. Mino sap ding. Wins de waka komino si de, mino sap dem no luku ding. Ma appa alok tu, si, aluku. Da same begi ji ding, krakti, gusontu, nanga wees heet. Fadeng edu, anof dimikis na envelop, mi etaken. Ma asa den duja. Mek dengo edeno minutak dem go doro magado muji deng akrakti dat demu stang alibi fu nyang fu as den envelop nanga paket. Dank u wel, oma. Deze donateur die heeft er een enveloppe gestuurd voor Karen Sarjo. Deze mevrouw, 74 jaar oud, die niet bij naam genoemd wenst te worden, die heeft Karen op televisie gezien, geeft aan hem een zeer flinke jonge man te vinden. En zij hoopt dat hij vooral zijn best mag blijven doen op school. En daarom heeft dan deze oude mevrouw, 74 jaar oud Karen, deze mevrouw heeft je op televisie gezien. En ze heeft daarom speciaal een enveloppe voor jou gestuurd voor schoolbehoeften. Dus voor schoolspullen, als je dat moet kopen. Van deze oma krijg je 200 SRD, ja? Dank je wel. Dank je wel, mevrouw. En dank je wel dat u voor me heeft gestuurd. Dank je wel. Ja. En
hierin is koek. Die koek hierin. En dat moet je samen verdelen met je zus. Dat krijg je van mevrouw Sandra. Want deze mevrouw is ook jarig. En deze mevrouw die heeft daarom koek gestuurd. En deze enveloppen moet je dan aan papa geven. Ja? Wil je wat zeggen aan mevrouw Sandra? Dankjewel mevrouw Sandra. Heel veel bedankt voor die koek. Ja, koek en enveloppen, ja. Ja, dankjewel voor beide. Ja. En dit krijg je van een meneer van Latour. Deze meneer wil zijn naam niet op tv, maar heeft het voor jullie gestuurd. Ja. En hij zegt dat jullie dit goed moeten gebruiken. Ja, geef het aan papa. En dan kan hij lekker vlees voor jullie koken. Ja, dankjewel meneer. Alles goed met papa? Ja, hij is gaan dialyseren. Hij komt misschien. Hij is aan de weg. Okay. Oh, hij heeft al gebeld. Ja, hij ging net bellen. Okay. En hij is al onderweg? Ja. Hij heeft al gedialyseerd? Ja, hij is misschien onderweg. Okay. Laat door. Dankjewel, Karen. Tot de volgende keer, ja? Ja, maar. Dit is mevrouw Sine Menig. En mevrouw Sine, die heeft ons zelf gecontact. Of we haar ook konden helpen met wat levensmiddelen en andere zaken. Vandaar dat we dan thuis bij haar zijn, aan de Menkendam. Mevrouw Sine, wat kunt u ons over uzelf vertellen? Wat moet ik zeggen? Dan? Nee, ik zei, wat kan je ons over uzelf vertellen? U vertelde me... Dit komt, als u de mensen weet, dit komt als gevolg van een zware aanrijding, hè? Aanrijding van hier tot hier. En mijn voeten is ook een beetje, ik kan niet meer goed lopen en zo. Heb ik gezegd, oké, ik kan niets doen, dan ga ik thuis zitten. Heb ik, na die aanrijding, heb ik drie kinderen gehad. Deze en een jongen en een meisje. Maar de ene meisje woont bij mijn broertje. Mm. Ja, heb ik deze twee. Want deze twee gaan naar school. Ze gaan op mei stiek naar school. Dus als ze naar school gaan, blijf ik thuis. Daar kook ik. Om in, daar zijn ze thuis. Daar komen ze, daar eten ze. Daar blijf voor binnen. Wat herinnert u zich van die aanrijding? Herinnering. Zo, ik kan... Waar ging u naartoe? Ik ging naar school. Ik ging naar dorp. Het dorp ging ik naar school. Johannes Vrolijk. Mm-hmm. Ja, daarna. U was leerling daar? Ja, leerling van Johannes Vrolijk, ja. Dus, En dat is in 2003? Ja. En die bus botste tegen wat? Tegen een PO en een PL. Die PO kwam van dorp en de PO kwam van de stad. Ja. En toen ik hoorde bots, toen ik mijn ogen opendeed, zag ik een paar andere mensen met slaapjurken en zo. Dus dat je in het ziekenhuis was? Nee, pas later. Pas echt zien mijn moeder als ik me komen zien. Mijn broertjes, mijn tante, mijn zussen en mijn nichtjes. Ze kwamen me daar zo zien en zo. Dus, ja. En hoe lang heeft u gelegen? 4 maanden, van november tot februari. En wat is precies hier met u gebeurd? Die aanrijding toch? Ja, heeft dat zware slag hier gehad? Ja, en hier ook. Hier. Oké. Ja. Dus, maar u heeft nu geen pijnen en zo, neem ik aan? Mijn voeten toch? Okay. Een paar dagen. Eergisteren deed hier mijn pijn. Daarna toen ik opkwam, ik wou opstaan, deed hier me ook pijn. Ja, dus ja. Ik kan niets eraan doen, maar ik ben er nog, dus ik wil God dankbaar. Ik wil God dankbaar zeggen, dus ja. Nee, we zijn blij dat u nog echt in ons midden bent. U heeft er kinderen, toch? U heeft er kinderen en die kinderen hebben u sowieso nodig, mevrouw Sine. Ja. Zoals u zelf vroeg of u konden helpen, vandaar dat we hier zijn. U krijgt een tas, groene tas met levensmiddelen en ook nog een pak bout. Dat komt van een meneer van Latour. Hij wil niet bij naam genoemd worden, maar hij zegt hij geeft het uit zijn hart. Okay. Hij hoopt dat u het zeer op prijs stelt. Zak rijs krijgt u van de heer Manoj Jwala Persat en gezin uit Nikeri. Okay. En ik heb een enveloppe hier voor u met een geldsbedrag van 250 SAD. En dit krijgt u van mevrouw Carla Sudin en familie Gobind Mitra Singh uit Nederland Spijkenisse. Carla Sudin plus familie Gobind Mitra Singh Nederland Spijkenisse. Van hun krijgt u 250 SAD. En ik hoop dat dit alles u kan helpen voorlopig. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Oké, ik ga ze
dank weer zeggen en zo. Dus ja. Dank u wel hoor. Oké, dank u. En zo zijn we dan ook thuis bij mevrouw Basmati, aan wie wij dan ook een pakket doneren en of pakketten doneren. De groene tas met levensmiddelen en kippenbout, dat krijgt mevrouw Basmati van een gezin van Latour, die niet bij naam genoemd wil worden, maar ze doen het allemaal uit een goed hart, mevrouw Basmati. Pakbout en pakket krijgt u dan van een familie van Latour. Wilde u wat zeggen aan deze familie? Ja, ik zou deze familie hartelijk bedankt zeggen. En aan mij Gods rijkste zegenen aan hun. En God zal ze hun altijd zegenen met het goede werk. En laat ze het blijven doen. Ja. Ja. En Zakreis komt helemaal uit Nikeri. Dat krijgt u van meneer Anand Ramlal en zijn gezin. Wilde u ook wat zeggen aan meneer Anand Ramlal? Ja, aan meneer Anand Ramlal wordt gezegd hartelijk bedankt voor uw Zakreis. Ja. Ja, en gaat u zo door. En dit komt van een mevrouw Sandra. Zij is woonachtig in Nederland. En ze heeft gezegd, dit moet ik vooral geven aan gezinnen met kinderen. En u heeft er een aantal. Alsjeblieft, jongeman. Hierin zit koek. Verdelen met je broers. Ja? Dank je wel. Dank je wel. Ja, dit is een enveloppe dat ze ook heeft verstuurd. Er zit een geldsbedrag hierin. En ze hoopt dat u daarmee toch iets kunt doen voor u en uw gezin. Wilde u ook wat zeggen, mevrouw Sandra? Ja, mevrouw Sandra, u wordt hartelijk bedankt. En het is echt een goede werk dat u doet. U ondersteunt de zwakkeren. Is hartelijk dank. Ja. En ook voor mijn zoontje dat hij een cadeau heeft gestuurd voor hem. Het is niet alleen voor uw zoontje, het is voor al die kinderen. Ja, en ook mijn hartgrondige dank aan TBN team. Ja. Hoe heet je jongeman? Akshay. Hoe? Akshay. Akshay. En als Akshay, als je veel koek hebt gegeten, wat moet je doen? Poetsen. Poetsen. Tanden poetsen hoor. Oké, hoe kan je broers geven? Ja, oom. Is goed, mevrouw Basmati. Dank je wel, hoor. Ja, is goed, dank je wel, hoor. Oké. Mevrouw Farida, kan je ze baten? Mooi ze baten, ja. Kan je ze lerken? Mooi lerken, mooi tjallet, hier. Mevrouw Farida, dit is een paardje, hoor. Pak je het er al even uit, zeg ik je. Dit is een groene plastic tas, haar pakbout. Dit is een gezin, Latour, die op een naam op een naam naar mijn tv, maar ik heb het deel ze deel. Johnny Palwar, ook heb ik eens maar te bollen. Hij bood een bad kala, oké, hij bood sukuria kala, kim kap het pakket, dit is oké, hartelijk bedankt voor haar. Ar u John Equa pakket, he, u Equa pakket, ab gaat het huis familie Ramudit, ar ook een lerken, Palwar Ramudit, kim maar te kus bollen. Hij Ramudit, ke bood een bad deel, oké, hij bood sukuria deel, kim op een thora pakket, thora nek deel, thora sen, oké, gaat hier. Toch een lerken, he, toch? Dat is John. Pathijs, even kuku he. Die pathijs mevrouw Sandra. Mevrouw Sandra ke janamdien he. En mevrouw Sandra Holland meer he. U pathijs i kuku. Are go envelop met paisa. Paisa bole ap kus me laga alio cha. Oké. Okay. Nou Sandra, ik behoud gefeliciteerd boloke. Rekka janamdien se. Nog veel jaren kan wensen voor jullie. Ja. En die pathijs meneer Stanley. Ten behoeve van JPD. Even he 100 SRD. Bole ehu paisa ap kus me laga alio cha. Oké, karbaye. Meneer Stanley. Oké, meneer Stanley, ik heb bood een baat bedeeld. Alles voor bedankt voor alles voor jou. Dank u wel. Oké, nog bedankt zelf. Oké. We staan er met meneer De Haal. En van meneer De Haal is bekend dat hij een volwassen zoon heeft van 50 jaar, maar geboren met een beperking. Hij is lichamelijk en verstandelijk beperkt. Vandaar dat we dan ook bij meneer De Haal zijn. Meneer De Haal, John i pakket op dekken, i John tas mee. I op gaat het huis, Palwar Lal Bahadur Singh Dharam Lal, Nederland ke. John Palwar Lal Bahadur Singh Dharam Lal he, op ook kus maat te bolle. Ja, Lal Bahadur ke bohut dhanbaad hega, ook bohut se bohut dhanbaad hega. John pakket hem lukka pathuis hega, maal lukka khatir. Hadis ya hadis. Bedankt voor je dankbaarheid.
Een klein pakket. Dit pakket is van de familie Ramudit en lokal Larkan. Jan Palwar Ramudit. Heb je iets te zeggen? Ja, ik Ramudit. Ik heb heel veel dankbaar. Ik heb een klein pakket en ik heb heel veel dankbaar. Ja, en deze mevrouw T. Lal Bahadur Singh, 9 november, 80 jaar. Adres is Melis Stokelam, 2182, Den Haag, Nederland. Op het partij is ik even lopen, ik ben 200 SAD. Blijf bij ze, op koos me legaal. Mevrouw Lal Bahadur Singh, T. Lal Bahadur Singh. Mevrouw Lal Bahadur Singh, ik heb heel veel dankbaar. Ik heb een pakket, ik heb bijdrage die ze hebben. Ik heb heel veel dankbaar. Betwa, ab ke kaise? Mane dihal, ladka kaise? Hang dihal hai ga, na dekh hai ga, faraf nahi karte. Main 5-6 baris ho hai, jo na dekh hai ga. Ab na dekh paave. Ek kabo na dekh paave. Sab kuch hami kare lo kare khate hai ga. Tera oka, das rakhta hai ko baby ka sorg kare lo. Ya, ma ka kare ga ya. Main dihal, mohi se rahi acha. Isko bhai ka na, bahut se bahut dhanbaad hai toh ki jo kya kare lo kare. Alvorens we kwamen bij Derek en Sherida Promes, zijn we eerst geweest naar de verlengde Hoge Straat. En dit is dan vooral bestemd voor de donateurs van mevrouw Anoushka van de Hoge Straat. Toen we daar aankwamen, kwamen we voor gesloten deuren. En van de buren begrepen wij dat zij zaterdagmiddag vervoerd is geworden met de ambulance. Want zij is vrij ernstig ziek geworden. Zij is al een zieke mevrouw. Dus voor de donateurs, ik herhaal het nogmaals, voor alle donateurs van mevrouw Anoushka van de Hoge Straat, personen die pakketten, die enveloppes hebben achtergelaten op de redactie van Trishul, TBN Yepide. Wij hebben dat niet kunnen afgeven omdat wij voor gesloten deuren zijn gekomen. En mevrouw Anoushka, die is, hebben we begrepen van de buren, opgenomen in het Slaans Hospitaal. Van hieruit wensen wij haar heel veel beterschap toe. En op naar dan de familie Derek en Sherida, die we dan hier aantreffen. En het leuke is dat wij hier los van pakketten ook nog een donatie hebben van de gebroeders Stefano Shiva Babulal. Hij is 14 jaar oud, mevrouw Promes. En Stevens Ganesh Babulal, 7 jaar oud. En beide broers zijn uit Nikeri. Ze hebben jullie op televisie gezien. En zijn deze mevrouw de moeder van deze twee kinderen. Ze is ernstig geraakt door jullie verhaal. Nogmaals, Stefano Shiva Babulal, 14 jaar oud. En Stevens Ganesh Babulal, 7 jaar uit Nikeri. Zij doneren voor broer en zus 500 SRD. Dankjewel, dankjewel lieve kinderen. Nog heel hartelijk bedankt. Ik ben emotioneel geworden. Ik had het echt niet van jullie verwacht. Nog heel hartelijk bedankt. Namens Derek ook zeg dankjewel, twee broers. Ja, dankjewel, twee broers. Nikeri hoor. Nikeri. Jullie worden hartelijk bedankt. Ja, jullie worden hartelijk bedankt. Voor Sherida en Derek. Voor Sherida en Derek. We gaan het goed besteden. Ja, we gaan het goed besteden. Dankjewel. Dankjewel. Nog veel naar deze. Ja. En zoals u het kunt zien, mevrouw Sherida, we hebben ook nog wat andere spullen. Groene tas met levensmiddelen. En ook nog kippenboot. Dat krijgt u van een meneer uit Latour. Die meneer wil niet bij naam genoemd worden. Maar het komt allemaal uit een heel goed hart. Is voor broer en zus, zegt hij. Daarnaast heeft u een zak rijst. Dit komt ook helemaal uit Nikeri. Jullie zien het. Die mensen uit Nikeri houden van jullie. Dat komt van meneer Manoj Jwala Persat. En de rode tas. En nog olie daar. En nog andere spullen. Dat krijgt u dan van de heer Ramudit. Ik zal het even snel herhalen. Groene tas, pakbout. Dat komt van de meneer uit Latour. Dank u wel. Zak rijst, Manoj Jwala Persat en gezin.
en Rode Zak, familie Ramoudit. Dank u wel, meneer Van Latour. U wordt heel hartelijk bedankt. We gaan het goed besteden, de familie Ramoudit. Ja. De familie Ramoudit, u wordt nog ook heel hartelijk bedankt. We hebben het echt hard nodig. De familie Djuala Persat, hoor. De familie Djuala Persat, jullie allemaal worden hartelijk bedankt. Gods rijkste zegen toegewenst en nog vele na deze namens Derek en Sherry dan nog hartelijk bedankt. Zeg dankjewel, Derek. Ja, dankjewel, Derek. Nee, dankjewel, alle mensen. Ja, dankjewel, alle mensen. Fanny Kerry. Alle mensen. Ja, alle mensen. Fanny Kerry. En die zak hebben gestuurd. Nog hartelijk bedankt. We gaan het goed besteden. Ja. Sowieso, daarom denken de mensen aan jullie, dat jullie het werkelijk goed besteden. Dankjewel, Sherida en Derek. Ja, en weer tot een andere keer, ja. Meneer, ik ben helemaal emotioneel geworden. Dus dankjewel. Ja. Dankjewel. En vandaag zijn we dan er ook bij mevrouw Deonerijn. En we zijn blij om te zien dat het vandaag toch stukken beter gaat met mevrouw Deonerijn. Want de vorige week, toen we hier er waren, namelijk namens donateurs, was ze er helemaal niet goed. En het praten ging toen ook helemaal niet goed met haar. Maar we zijn God dankbaar dat het vandaag toch stukken beter met haar gaat. Mevrouw Deonerijn, het gaat een beetje beter met u nu? Ja, bij deze dagen gaat het een beetje beter. Ja, ik mag een beetje lachen. Dus het gaat een beetje goed. Maar soms is het plotseling toch. Gaat het een beetje slecht. Ja, maar... Dan waren we echt geschrokken. Want uw zus heeft me wel vaker gezegd. Ja. Dat het soms niet goed met u gaat. Nee. Maar we hadden het nooit meegemaakt. Maar die dag was u helemaal niet bij. Ze zei me wel dat bij waren gekomen. Dus in een flit zie ik. Dus ik denk. Ja, misschien was bij gekomen. Maar daarna als ik denk. Dat weet ik niet. Dat twijfel je. Ja. Ja, ik twijfel. Maar gisteren ging ik wel naar het programma kijken. Maar misschien was het al voorbij om te kijken. Maar daar dacht ik, mijn zusje, hij was gekomen, maar je was niet zo bij. Ja. Donateurs hebben naar u gekeken, mevrouw Deonerijn. En het zijn mensen met hun hart op de juiste plek. Vandaar dat we dan weer bij u zijn. Het eerste pakket, dat is deze mooie roze tas hier. U hebt geluk, beide tassen zijn roze, maar deze roze tas, dat komt van de familie Lal Bahadur Singh, Dharam Lal uit Nederland. Wilde u wat zeggen aan deze familie? Zeer zeker, maar ik zou ze zeggen, hier hartelijk dank. God zal ze zegenen en er zijn mensen die toch naar me denken en naar me kijken. En heel hartelijk dank God zegen u met een hele gezin. Ja, samen met de tas is er ook nog een enveloppe, mevrouw Deonerijn. Ja. Dit komt van mevrouw T. Lal Bahadur Singh, 9 november, 80 jaar, adres Melis Stokeland, 2182, Den Haag, Nederland. En mevrouw T. Lal Bahadur Singh, van 80 jaar, stuurt 200 SRD voor u. Zou ik zeggen, ook heel hartelijk dank mevrouw, met de hele familie. God zegen hier, ik zal gebruik van maken, want ik heb het hard nodig. Op dit moment heb ik het echt hard nodig, want de situatie van mij is ook niet zo best. Want als ik je zei ook bij de hele, het is niet om te zeggen, en ook om, gisteren had ik ook naar die programma van je gekeken, dat jij zelf zegt aan mensen, je moet niet piekeren. Maar wanneer je zit ook, logisch, dingen wat je moet doen of wat, dat begint zelf te piekeren. Maar ik heb het echt nodig bij. Ik moet een paar dingen doen, dus als je niet werkt, dat zeg je altijd. Ik was iemand die ging werken en ik verlangde ook naar werk. Het is moeilijk om in geld te komen. Dus ik zou zeggen aan deze donateuren die me met een beetje financieel helpen. Ik zou zeggen, heel hartelijk dank. God zegen deze mensen met deze bijdrage wat ze me geven. Al is het een SRD of een kwartje, maakt niet uit. Ik ben tevreden ermee. Dan hebben we nog iemand hier, mevrouw Deonerijn. Deze persoon, die wil anoniem blijven. Maar hij laat uw naam hier schrijven voor mevrouw Deonerijn. En deze persoon, nu weten we niet of een hij of een zij is. Maar wie het is...
We zijn u zeer dankbaar. Deze persoon doneert 600 SRD aan u. Ik zou ook aan deze persoon zeggen, al is een hij of zij of een hele gezin, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. God zegen. Ik kan je niet zeggen hoe dankbaar ik ben of hoe wat voor dank moet ik zeggen aan deze mensen. Maar ja, de Heer daarboven zal hen meer zegen geven. Meer dan dit wat ze mensen geven. Ja, mevrouw Deelnerijn, deze grote tas en deze enveloppe krijgt u van een mevrouw. Ze wil haar naam ook niet op televisie, maar ze zijn vandaag snel inkopen gaan doen, zodat we het nog vandaag voor u konden brengen. Heel veel lekkernijen, heel veel zaken zitten hierin. En ja, als we dat even openmaken, ziet het. Heel veel spullen zijn hierin. En deze mevrouw, die wordt op 12 november 55 jaar. Ze heeft een tas met levensmiddelen en ook nog een enveloppe voor u gestuurd. Heel hartelijk dank mevrouw. God zal u zegenen. Ik zal goed gebruik van maken. Heel veel zegenen en hij is 6 jarig, hè? Ja, 12 november wordt ze 55 jaar, ja. En God zal u zegenen meer dan 100 jaar. Maar ik zou ook verlangen naar deze jaar. Ik zou zeggen, een zegenen dag voor die dag. Een zegenen, heel veel zegen gaat u krijgen. Ja. En daar hebben wij mevrouw Deelnerijn, 4 vrienden van Saramakka. Nogmaals, 4 vrienden van Saramakka. Zij hebben hun naam niet doorgegeven, maar ze hebben een enveloppe voor ons achtergelaten, voor mevrouw Deelnerijn. Van hun krijgt u 250 SRD. Heel hartelijk dank, mensen van Saramakka. Ik ben blij dat jullie naar me denken. 4 vrienden hoor, 4 vrienden van Saramakka. 4 vrienden van Saramakka. Ik zou zeggen, jullie heel hartelijk dank. Heel veel zegen krijgt u van God. Heel hartelijk dank. Ja, we hebben een persoon hier, SS. Ook deze persoon wenst anoniem te blijven. Maar de initialen zijn SS. Voor mevrouw Deelnerijn. Van deze persoon krijgt u 400 SRD hoor. Ik zou ook aan deze persoon zeggen, familie SS, no? Ja. Heel hartelijk dank. God zegen jullie. Ik zeg altijd God zegen, maar in mijn hart kan je niet zeggen hoeveel. Ik heb geen woorden voor om te bedanken. Ik zou zeggen heel veel zegen in jullie leven en jullie toekomst. In jullie familie, gezin, allemaal. Ja. Ieder die me helpen tot nu toe. Heel veel zegen, zegen, zegen. Ja. En ik plaats kinderen niet genoeg. Of ik wil ze niet altijd, wanneer het gaat om bepaalde zaken, om in de spotlight te zetten. Maar dit kindje wil ik vandaag extra belichten. Weet u waarom? Graag de kijkers en luisteraars. Dit is kindje van de jongere zus van mevrouw Deelnerijn. En we hebben momenten meegemaakt dat we bij mevrouw Deelnerijn komen. En mevrouw Deelnerijn die huilt. En dit kindje is altijd bezig haar tranen te vegen. We hebben dat nooit eerder gefilmd. Want we willen niet graag kinderen filmen, maar deze mevrouw die koek en een enveloppe heeft gestuurd, deze mevrouw heeft gezegd, ik moet het graag aan kinderen geven. Vandaar dat ik Wanshika, hè? Ja, Wanshika, ja, Wanshika naar voren heb geroepen. Want Wanshika, jij bent een heel verstandig kind. We hebben gezien dat wanneer Mousie huilt, je Mousie altijd zegt, stil blijven Mousie. En dat je de tranen veegt. En dit komt van mevrouw Sandra. Mevrouw Sandra heeft koek gestuurd. En ook een enveloppe met geld. Mijn bijken is. Oké. Okay. Dank je wel, mevrouw Sandra. Dank je wel, mevrouw Sandra. Oké, okay. Dank je wel, schatje. Je bent een heel flink meisje. Je mag weer gaan spelen. Goed, mevrouw Deelnerijn. Dit zijn dan de pakketten en de enveloppes. Ja. Hartelijk dank aan de mensen en ook aan jullie, dat jullie de tijd heeft ook gemaakt om naar hier toe te komen zo laat. Echt hartelijk dankbaar. Ik denk ook aan jullie hoor, echt. Ik ben heel blij tot nu toe, zeg ik, aan al die gemeenschap die tot nu toe naar me denken en me helpen. Heel veel zegen krijgen ze van mij kan. Ik weet niet, vandaag praat ik weet niet als je andere keer komt, moeten we elkaar, maar ik hoop het met Gods hulp
we gaan weer ontmoeten. Helemaal, dat hopen we ook altijd, mevrouw Deelnerijn. Dat ondanks het feit dat u ziek bent, dat u nog lang in ons midden mag zijn. En dat we nog altijd aan mevrouw Deelnerijn, Nirmala Deelnerijn mogen hebben. Met u weer altijd kunnen lachen, maar ook kunnen huilen. Ik hoop het. Ik probeer het. Kijk, vanaf gisteren de avond hier, zelf sprak mijn zusje met me. Ze zegt mezelf, je moet niet piekeren. Ga geen problemen zoeken als je piekert. Want ze ziet me op bepaalde momenten dat ik rustig zit. Want dat denkt ze al direct. Want zij alleen kan zeggen wanneer ik ziek ben. Want ze maakt veel mee. Daarom begint ze me al te zeggen, ga niet piekeren. Ga niet piekeren. Ze waarschuwt me telkens. Vandaag, wanneer zolang ze zit, ik zit alleen, ze komt achter me. Wat denk je? Niks. Pieker niet, ja. Net zat ik ook daar voor de deur. Ze zei me, ze is ook weer gekomen. Wat denk je? Nee, ik kijk naar buiten. Oh, je kijkt naar buiten. Jij kijkt wie komt, wie gaat. Ik zeg zo. Dank u wel dat we weer bij u mochten zijn. En ik zou zeggen, beterschap. En weer tot de volgende keer, ja? Ja, jullie ook heel hartelijk dank. En de media ook allemaal heel hartelijk dank. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van aflevering 43 van TBN Yipidim. Wilt u ook iemand helpen in de gemeenschap? Bent u het geraakt door het verhaal van een van de personen die u hebt gezien in aflevering 43 of een eerdere aflevering? Want al onze afleveringen die zijn ook online te bekijken. U gaat naar YouTube en u toetst TBN Yipidim en u krijgt tot nu toe alle 43 afleveringen te zien. En bent u geraakt door het verhaal van een van deze personen, dan mag u altijd bellen op 87-4x9-3. 87-4x9-3 en of 43-99-23, 43-99-23. De volgende personen hebben aflevering 43 mogelijk gemaakt. Mevrouw Lal Bahadur Singh Dharamlal, overleden op 22 november 2018 te Rotterdam. Dank u wel, familie Lal Bahadur Singh Dharamlal, voor de levensmiddelenpakketten. De persoon van Latour, die eveneens pakketten heeft geschonken, maar anoniem wenst te blijven, dank aan u. De heer Rajinder Lakshmi Prasad van de Silicaatstraat, Paramaribo Noord. U bent op 1 november 65 jaar geworden. Nogmaals de felicitaties, maar ook nog van harte bedankt voor de levensmiddelenpakketten. Mevrouw Sandra uit Nederland, bedankt voor uw snoep, maar ook bedankt voor de enveloppes. Mevrouw Naina Lal Bahadur Singh, 5 november, 60 jaar, bedankt voor de enveloppes. Mevrouw Chinderkala Lal Bahadur Singh van Den Haag, Nederland. U bent 80 jaar oud geworden op 9 november. Nogmaals de felicitaties, maar ook nogmaals heel hartelijk dank voor de enveloppes waarmee wij tal van gezinnen blij mee hebben kunnen maken. Dank aan alle overige donateurs. Ik zei het al, bent u geïnteresseerd? Wilt u ook graag iemand helpen? Belt u op 87-4x9-3, 87-4x9-3 en of 43-99-23, 43-99-23. Ik ben Ganesh Vijay en groet u ook namens cameraman Raj Mahango en zeg graag tot de volgende keer.